We zijn onderdeel van een bijzondere generatie. Het is inmiddels alweer 2023. En in de afgelopen 30 jaar heb ik de transitie meegemaakt van nooit online naar altijd online. En alle generaties na ons zullen ook altijd online blijven. Zelfs heb ik in mijn eerste stappen gezet met het 2400 baud modem van Girotel. Daarna een eigen BBS gedraaid, e-mail op mijn middelbare school geïntroduceerd voor alle leerlingen en vervolgens in Enschede gaan studeren waar mijn kamer voor het eerst altijd online was. Eerst met 10 megabit en eind jaren 90 al met 100 megabit. Zo kon ik op mijn eigen kamer de webserver en mailserver van een groot zeilevenement gaan draaien en nog veel meer diensten online aanbieden, met alle beginnersfouten van dien. Dit was ook gelijk de eerste keer dat ik gehackt werd. Ik weet niet eens meer welk pakket het was, maar ik liep na een lange zomervakantie behoorlijk achter met patchen. En systemen met een 100 megabit aansluiting waren nogal gewild bij aanvallers. Hier is dus mijn interesse voor IT-beveiliging ontstaan. En in 2006 ben ik bij KPMG aan de slag gegaan als ethisch hacker. De snelle ontwikkeling van IT-diensten vraagt ook om een snelle verandering van beveiligingsonderzoeken. Waar ik in 2006 nog een stapel modems alle telefoonnummers van een bedrijf mocht laten bellen om te onderzoeken of er geen illegale inbelvoorzieningen waren gemaakt voor beheer op afstand, speelt dat natuurlijk tegenwoordig niet of nauwelijks meer. En waar ik in 2006 nog publieke IP-adressen van een bedrijf scande om kwetsbaarheden te vinden, heeft ook dat vandaag de dag nog maar zeer beperkt waarde. En toch krijgen we nog meer dan eens de vraag van bijvoorbeeld een jaarlijkse internetscan. Mijn naam is Sjoerd Perelkamp en in het volgende kwartier wil ik jullie uitleggen waarom alleen een klassieke internetpentest lang niet meer voldoende is en wat je wel moet doen om het aanvalsoppervlak actief te bewaken. Terug naar vandaag. We kennen allemaal de gevallen uit de pers waarbij bedrijven en overheid worden gegijzeld en een bedrag aan cryptocurrencies wordt gevraagd om de data vrij te geven. Na een aanval blijkt vaak dat basale zaken niet op orde waren, ondanks het feit dat er pentest en vulnerability scans waren uitgevoerd en security awareness campagnes waren gevoerd. Hoe kan het toch misgaan? Kijken we wel naar de juiste dingen? En doen we dat wel vaak genoeg? De aanvallers evolueren in ieder geval. Dus moeten de verdedigers dat ook. Om jezelf goed te kunnen verdedigen moet je én de aanvaller kennen, maar ook jezelf. Laat ik beginnen met de vijand. De groepen en personen die zich met cybersecurity bezighouden lopen sterk uiteen. Van ethische hackers die systemen proberen te beveiligen naar georganiseerde misdaad. Die laatste groep ontwikkelt zich de laatste jaren sterk. En het is goed om even in te zoomen op wie die criminele groeperingen zijn en hoe ze opereren. Als je je wilt verdedigen, is het immers goed om te weten wie er tegenover je staat. Elk jaar ontstaan er nieuwe groepen van cybercriminelen die uit zijn op financieel gewin via hacken. Deze groepen bestaan uit alle landen en hanteren soms geraffineerde methoden om wachtwoorden en inlogcodes afhankelijk te maken. Sommigen richten zich op burgers, anderen op bedrijven. Lapsus, bijvoorbeeld, is een losvaste groep van naar verluid Engelse tieners die zeer agressief te werk gaat, of eigenlijk ging. Nadat 7 leden werden gearresteerd, hield ook de rest zich koest. Ze hebben vorig jaar onder meer Microsoft, Nvidia, Uber, Okta en T-Mobile gehackt. Toch allemaal bedrijven met een zeer significant budget voor cybersecurity. Uber geeft in de update ook nog meer informatie hoe de hackers te werk gingen. Ze zouden de inloggegevens van een externe medewerker online hebben gekocht. De laptop van die medewerker was eerder nog geïnfecteerd met malware en dat leidde ertoe dat de gegevens werden gestolen. En om in te loggen op het Uber-netwerk was 2-traps-authentificatie nodig. De hackers bleven net zo lang een verzoek sturen totdat de werknemer die uiteindelijk gewoon maar accepteerde. Vanaf daar konden de aanvallers bij de gebruikersaccounts van andere werknemers komen. En zo konden ze daarna toegang krijgen tot G Suite-applicaties en Slack. Deze criminele groeperingen zijn vaak opportunistisch. Een doelwit wordt niet van tevoren uitgekozen. Er wordt met hagel geschoten en wat vanuit de lucht valt, is buit. Inmiddels is er een hele ondergrondse economie ontstaan, waarbij de buitgemaakte data en inlogcodes worden verkocht op het dark web door zogenaamde initial access brokers. Zij verkopen hun toegang weer aan andere groepen die de toegang weer te gelden maken met aanvallen op die bedrijven. Bijvoorbeeld met ransomware. En zo ontstaat er een ecosysteem van criminele software en data. Precies zoals het bij Uber ook gegaan is. Hier zien we bijvoorbeeld een voorbeeld van toegang die wordt doorverkocht. Volgens deze forumberichten op het dark web is domeinadmin toegang tot een Nederlandse shipbroker binnen 2 dagen verkocht voor $3000.
Ook de ransomware operators komen hieruit voort. Deze groepen hebben ontdekt dat het in de laatste jaren dat de eenvoudigste wijze om geld te verdienen ordinaire afpersing is. Ze gijzelen je systemen en als je niet betaalt, wissen ze al je data. En om dat kracht bij te zetten, zijn ze inmiddels ertoe overgegaan om ook de backups te gijzelen. En als er niet betaald wordt, wordt er gedreigd om buitgemaakte data ook nog te publiceren of te verkopen aan de hoogste bieder. Dit type aanvallen krijgt uiteraard veel publiciteit, omdat het zeer verstorend werkt. Gemeentes zoals Hof van Twente of Antwerpen kunnen hun functies niet meer vervullen. Bedrijven gaan failliet, zoals Travelex in dit voorbeeld. Of universiteiten, zoals Maastricht, moeten tijdelijk sluiten. Daarom wordt er vaak wel betaald, ondanks het advies om dat toch niet te doen. En dan hebben we nog de statelijke actoren. Dit is een moeilijk woord voor buitenlandse inlichting en veiligheidsdiensten. De Russische GRU bijvoorbeeld, of de Chinese APT-31. Deze groepen hebben een lange adem en kunnen wel doelgericht te werk gaan. Hebben ook een andere motivatie dan de ransomware-groepen. En toch zit er een overlap in deze groepen en wordt vermoed dat leden van de staatshackersgroepen ook lid zijn van criminele ransomware-groepen. Het komt Rusland, China, Iran of Noord-Korea immers niet slecht uit als de westerse commerciële activiteiten verstoord worden. Op zijn minst worden dit soort extracurriculaire activiteiten van de cyberspionnen gedoogd door deze staten. In het geval van Noord-Korea is het ook bekend dat inlichtingendiensten actief proberen om cryptocurrency handelsplatformen te hacken, om Bitcoin, Ethereum buiten te maken. Wat al deze groepen echter bindt, is dat ze op een afstand over internet, al observerend en prikkend, zoekend, proberen om inzicht te krijgen in de zwakke plekken van uw organisatie. Dit doen ze door bijvoorbeeld te zoeken naar online aanwezigheid van doelwitten, het uitvoeren van phishing-aanvallen, scans uitvoeren naar kwetsbaarheden, inlichtingen in te winnen op LinkedIn of fora over de toegepaste technologie binnen uw bedrijf, te in kaart brengen welke vendoren worden gebruikt, SaaS-providers, Office 365, Amazon, cloudopslag. Eerdere databreaches willen ze ook graag analyseren of ze kijken wat er rondslingert op het internet, bijvoorbeeld in softwareontwikkelstraten zoals GitHub. Ze kunnen ook simpelweg codes kopen, inlogcodes van uw bedrijf op het dark web. Of ze kijken naar wachtwoorden uit eerdere databreaches en combineren dit met gebruikersnamen uit andere bronnen. Ze gaan ook het hacken van providers van beveiligingssoftware, SolarWinds, LastPass, dat soort bedrijven. U heeft het vast in het nieuws gelezen hoeveel wachtwoorden er gestolen waren bij LastPass. In een klassieke internetpentest is die dan wel effectief genoeg tegen dit soort moderne dreigingen? Nee. En daarbij gaat het volgens mij mis op de volgende drie vlakken. Je test nooit op het goede moment om een succesvolle hack te voorkomen. Je test maar zeer beperkt deel van het aanvalsoppervlak. En risico's worden regelmatig nog verkeerd ingeschat. En ik zal ze alle drie even toelichten. Om te beginnen bij de eerste. Hoezo test je op het verkeerde moment? Omdat systemen het merendeel van het jaar niet kwetsbaar zijn. En dat wel het moment is dat je bijvoorbeeld je jaarlijkse test doet. En als je regelmatig patcht, is er namelijk maar een kleine periode dat het systeem kwetsbaar was. En een klein moment tussen het bekend worden van de kwetsbaarheid en het patchen van het systeem. En dat is het moment dat het gehackt kan worden. En met een beetje pech doe je dus op twee verschillende momenten aan dat het landschap veilig is, terwijl de klant ondertussen toch al gehackt is. Dan mijn tweede punt. Hoezo het verkeerde aanvalsoppervlak? Het is net als een ouderwetse aanval op een vesting van de tegenstander. Als een aanvaller dit fort zou willen veroveren, dan zullen ze moeten kijken waar ze kunnen toeslaan. Van bovenaf, van achteren, door het uitschakelen van het kanon of wellicht gewoon aan de deur van de zijkant. Of een gericht explosief in de gleuf van de schutters. Een cadeau door de voordeur naar binnen sturen, dat later een aanvalswapen blijkt te zijn, is ook een historisch bewezen concept. Deze hele combinatie van wat ziet een aanvaller, noemen we het aanvalsoppervlak, oftewel attack surface. Als je wilt weten wat deze aanvallers op cybergebied allemaal kunnen zien en vinden, zul je ook zelf op zoek moeten en hetzelfde moeten proberen te doen als de aanvallers. Het in kaart krijgen van het aanvalsoppervlak is de eerste stap in het controleren ervan. Maar een bedrijf is al lang geen gecentraliseerd fort meer. Het is een samenraapsel van allerlei systemen en clouddiensten die allemaal met elkaar in verbinding staan. En dit geeft gelijk al aan waarom een traditionele vulnerability scan en pentest vaak tekortschiet in het beveiligen van onze systemen. Ze zijn weliswaar zeer waardevol en nuttig, noodzakelijk en soms zelfs verplicht, maar ze leggen maar een klein deel van het aanvalsvlak bloot. En vaak net niet het stuk dat door de aanvallers gebruikt wordt. En dan ook vaak nog
op het verkeerde moment, zoals ik net uitgelegd heb. Dan mijn derde punt. Hoezo worden risico's vaak verkeerd ingeschat? Het valt me op dat er steeds meer partijen zijn die een soort security score proberen te geven. Zowel commerciële als niet-commerciële diensten. Op zich een goed initiatief, maar deze scores valt wel wat een en ander op af te dingen. Want wel of niet voldoen aan technische standaarden, zoals het hebben van een IPv6-adres, of het ondersteunen van verouderde versleutelingsstandaarden, zoals TLS 1.0, heeft voor zover ik nog nooit geleid tot een echte hack. Deze oppervlakkige scans zijn niet bedoeld om diep inzicht te geven. Het zijn meer graadmeters, want zelfs bij als deze basiszaken niet op orde zijn, dan zal het in het echt ook niet al te best zijn. En daarnaast zit er een flinke marketingmachine achter. Dus bestuurders die niet door enige inhoudelijke kennis geremd worden, zullen de scores al snel als waar aannemen. Met het risico dat de aandacht uitgaat naar allerlei zaken die een minder hoog risico zijn, maar wel zo'n score kunnen oppoetsen. En daarom zal het zeker noodzakelijk blijven om ook te scannen naar echte kwetsbaarheden en pentests uit te voeren op alle applicaties en infra die waar dan ook aan het internet hangen. In mijn vorige stuk had ik het over de drie grootste problemen van de klassieke internetpenetratietest. Je test nooit op het goede moment, je test maar een zeer beperkt deel van het aanvalsoppervlak en risico's worden regelmatig nog verkeerd ingeschat. Maar wat is dan wel het antwoord? De beveiligingsindustrie zit ook niet stil, gelukkig. Het besef dat we veel breder moeten kijken is de laatste jaren echt goed doorgedrongen. External Attack Surface Monitoring is door Gartner niet voor niks herkend als belangrijke nieuwe richting voor cybersecurity. En om inzicht te krijgen in je attack surface moet je naar minimaal 4 aspecten kijken. 1. Asset discovery. Welke systemen zijn er eigenlijk op internet aangesloten? Zowel binnen je eigen landschap als ook in je cloudlandschap en bij leveranciers. 2. Credentials. Komen je gebruikers voor in password breaches of worden deze te koop aangeboden op het dark web? 3. Exposures. Staan er gevoelige gegevens in publieke databases of slingert er veel rond op het internet of dark web van jou? En 4. Technische kwetsbaarheden. De traditionele vulnerability assessments en pentests zijn nog altijd van waarde, maar als onderdeel van een veel groter geheel. Het kan nuttig zijn om zo'n attack surface assessment eenmalig te doorlopen, maar omdat het beeld continu verandert, is het beter om dit periodiek of zelfs continu te monitoren. En daarmee is external attack surface monitoring een nieuwe lood aan de cybersecurityboom. Maar laten we vooral even kijken hoe dat er in de praktijk uitziet. Wat kunnen we zowel oppervlakkig in een paar minuten zien van een publieke organisatie? Laten we beginnen bij asset discovery. Wat je gaat zien is overigens publieke informatie en alleen bedoeld ter illustratie van wat er allemaal beschermd moet worden. En niet om aan te geven dat een bepaald bedrijf beter of slechter beveiligd is dan een andere. Laten we als eerste voorbeeld een stuk van onze vitale samenleving nemen. De netbeheerder Alliander. Hoe breng je nou het aanvalsoppervlak in kaart van een dergelijke organisatie? Natuurlijk kun je zoals bij een klassieke internetpentest alle IP-adressen op naam van Alliander gaan scannen. Maar dat geeft slechts een beperkt beeld, heb ik net uitgelegd. Een van de bronnen die je wel zou kunnen raadplegen is bijvoorbeeld crt.sh. Het is het publiek register van alle TLS-SSL-certificaten. En dat laat zien dat Alliander een behoorlijke hoeveelheid applicaties heeft beveiligd met certificaten. Veelal in de Amazon Cloud. Deze applicaties hoeven echter niet verbonden te zijn met internet. En om vast te stellen zouden we scans moeten uitvoeren. Dat gaan we natuurlijk nu niet doen. Maar er zijn wel andere diensten die dat permanent doen, zoals bijvoorbeeld shodan.io. Die kunnen we dan ook bevragen. Maar bovendien kunnen interne applicaties ook interessant zijn. Zeker als je al via een phishing mail toegang hebt gekregen tot een werkplek. Daarnaast is er in de naamgeving al veel af te leiden. Zo zou je als aanvaller kunnen richten op vaak minder goed beveiligde testsystemen of andere interne systemen. Hier op deze slide zie je bijvoorbeeld wat interne systemen van Rabobank die een certificaat hebben gekregen. Net noemde ik al even de zoekmachine Shodan. Met de zoekmachine Shodan kun je ook zoeken naar alle systemen die ze al gescand en geïndexeerd hebben. En zo kun je zoeken op een bedrijfsnaam, een specifieke dienst of zelfs naar tekst die in een plaatje voor moet komen. In dit voorbeeld achter mij hebben we gezocht naar een VNC-server in Nederland die geen wachtwoorden gebruikt. En dan kom je van dit soort systemen tegen. Dit systeem is waarschijnlijk met een mobiele hotspot verbonden aan het internet, via KPN. En deze zul je dus niet vinden met een klassieke internetpentest. Terwijl het wel een hoog risico zou kunnen zijn voor je bedrijf. Dit is trouwens ook de manier waarop het waterbedrijf in Florida was gehackt. Aanvallers hadden een gelekt en hergebruikt wachtwoord via VNC toegang gekregen tot de operationele systemen van dat waterbedrijf, waarbij ze de waardes van allerlei chemicaliën konden aanpassen. Deze twee databronnen
alleen al bieden dus een goed inzicht in wat op internet is aangesloten van een bedrijf. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer bronnen die je kunt en moet gebruiken in allerlei actieve scans. Breng mij bij de tweede pijler, credentials. Oftewel gebruikersnamen en wachtwoorden. Aanvallers maken ze buit door het kraken van gestolen wachtwoorddatabases uit websites, interne netwerkhacks of geëxfiltreerde data. En als er een dienst bestaat in je systemen voor bijvoorbeeld thuiswerken of remote beheertoegang, dan kan een aanvaller proberen om daarop in te loggen. Het hergebruiken van wachtwoorden is iets dat mensen nu eenmaal vaak doen. En dat betekent dat een wachtwoord dat op zich goed en sterk is, door een hack bij een andere dienst toch kan leiden tot toegang voor een aanvaller. Een bekende dienst waar je dit kunt controleren is bijvoorbeeld Have I Been Pwned. Andere diensten gaan nog iets verder en kraken ook de wachtwoorden die gevonden zijn. Een voorbeeld daarvan is Scattered Secrets. Laten we dit keer even kijken naar de resultaten op het domein rijksoverheid.nl. Daarover heeft de site te melden. Unknown, LinkedIn, MyHeritage, heel veel websites die gehackt zijn. En je ziet ook dat daar allerlei wachtwoorden gevonden zijn. En als hier dus gebruikersnamen en wachtwoorden tussen zitten, die worden hergebruikt, is er een kans dat ze nog geldig zijn. In ieder geval voor een aanvaller een mooi startpunt van zogenaamde credential stuffing attack. En als je denkt dat multifactor authenticatie toch al lang heeft opgelost, nee. Want 1 op de 10 mensen klikt toch gewoon op toestaan als de MS Authenticator app daarom vraagt. Dat hebben we ook gezien bij de Uber hack. Voorbeelden waarbij dit gebeurt zijn bijvoorbeeld de hack bij Uber die ik eerder noemde. En bij de Belastingdienst. En ook in onze eigen red teaming opdrachten weten we multifactor nog vaak te misbruiken door middel van social engineering. Kom ik uit bij mijn derde gebied. Het derde gebied van belang voor de exposures. Deze zijn vaak veroorzaakt door slordigheden, verkeerde configuratie van toegangsrechten of door onkunde. Er zijn veel redenen dat zaken per ongeluk online terecht kunnen komen. En er zijn voorbeelden te over van deze zaken. Voorbeeld achter mij is bijvoorbeeld een Chinese database met zeer gevoelige persoonsgegevens van 1 miljard burgers. Maar ook een Chinese database die inzicht geeft in de hoge mate van surveillance die wordt toegepast in China op de Oeigoeren. De jullie waarschijnlijk wel bekende Victor Gevers vond deze openstaande database die real-time gegevens bevatte van meer dan 2,5 miljoen mensen, zoals GPS-coördinaten, plekken die bezocht waren, enzovoorts. Samen met hun naam, geboorteplaats, geboortedatum, enzovoorts. Maar ook meer recent en dichter bij huis kan het misgaan. Zo belanden bepaalde beveiligingssleutels van Microsoft Azure-omgeving in de Belastingdienst per ongeluk in het publieke deel van de software repository GitHub. En gelukkig was het in dit geval een ethisch hacker die dat vond en meldde bij de Belastingdienst. En ook wij bij Secura kregen een melding van Secura.com credentials. Gelukkig was dit een standaard wachtwoord van de demo webshop die weer bewust kwetsbaar is en die wij gebruiken om hackers te trainen en te testen. Breng mij bij de vierde en laatste categorie en dat zijn de technische kwetsbaarheden. Die kunnen worden uitgebuit om toegang te krijgen. Dit is het gebied waarbij we allemaal heel veel ervaring hebben. Deze kwetsbaarheden kun je vinden door klassieke vulnerability scans uit te voeren of pentest of specifieke stukken infra op applicaties. En vrijwaringen en contracten zijn meestal nodig om de diepte in te mogen gaan. Maar als je aan het oppervlakte wilt blijven, zijn er ook al genoeg mogelijkheden om informatie te vinden. Zoals bijvoorbeeld op basisbeveiliging.nl, die controleert of de overheid de basishygiëne op orde heeft. En dat blijkt zeker niet altijd het geval te zijn en het leidde al tot kamervragen. Maar naast periodiek scannen is het ook belangrijk om een soort foto van de omgeving te maken, om effectief het aanvalsoppervlak te kunnen bewaken. Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld een bepaald type VPN-software gebruikt en daar kwetsbaarheden in gevonden worden, kan zo'n bedrijf direct gewaarschuwd worden in plaats van dat het tijdens de volgende periodieke scan pas gebeurt. En zo wordt de valkuil weggenomen waarbij je eigenlijk altijd op het verkeerde moment je periodieke kwetsbaarheden scan doet. Vandaag heb ik jullie verteld hoe groepen zoals Lapsus te werk gaan en de 3 redenen waarom alleen klassieke kwetsbaarheden scans niet meer voldoende zijn. Je test nooit op het goede moment. Je test maar een zeer beperkt deel van het aanvalsoppervlak en risico's worden nog regelmatig verkeerd ingeschat. Velen van jullie zullen binnenkort te maken krijgen met de verzwaarde eisen vanuit de NIS 2, waarbij veel sectoren zijn toegevoegd aan de wetgeving. En velen aan een meldplicht zullen moeten gaan voldoen ten aanzien van cybersecurity incidenten, maar ook het aantoonbaar maken van de cyberweerbaarheid van de organisatie. Wij denken dat External Attack Service Monitoring daarin een grote rol zal gaan spelen de komende jaren. Neem daarin in ieder geval de volgende 4 onderwerpen mee. Asset discovery, credentials, exposures en technische kwetsbaarheden. Het samenbrengen van alle 4 genoemde categorieën is noodzakelijk om een goed beeld van je attack service te hebben.
Overigens, als je het goed wil doen, moet je ook je vendoren in dit proces meenemen. Want afhankelijkheden met slecht beveiligde vendoren zijn ook een groeiende cyberbedreiging. Dienstverleners, zoals wij, zijn dan ook continu bezig om al deze informatiebronnen te raadplegen. Met elkaar te correleren, scans uit te voeren en het dark web te monitoren. Om zodoende alles in kaart te brengen. Dit gaat dus veel verder dan een periodieke kwetsbaarhedenscan zoals we dit vroeger kenden. Wat vind jij van het verhaal? Laat het via LinkedIn of andere kanalen weten. Hoe denk jij hier nou over? Samen maken we Nederland digitaal veilig. Dank jullie wel.